Misschien word ik wel de eerste slechtziende wielrenner die door middel van het 5G-netwerk solo aan een baanwedstrijd mee kan doen. Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan. Als klein jongetje had ik altijd al de droom om topsporter te worden. Heel lang leek dat niet te kunnen. Ik heb een zichtvermogen van 1%. Ik kan het vergelijken met dat je twee plastic zakjes over elkaar heen doet en voor je ogen houdt. Het is echt een soort van groot mistveld. Ik ben Tristan Bangma. In het dagelijks leven ben ik topsporter, ik ben tandemwielrenner. Toen mijn ogen minder werden, ben ik samen met mijn vader naar een oplossing gaan zoeken. Toen kwamen we bij oud-wereld- en Paralympisch kampioen Jan Mulder terecht. En die zei gelijk, ik heb 10 tandems in het hok hangen. Jullie mogen wel 1-3 maanden proberen. We waren eigenlijk na de eerste rit al verkocht van dit is het, we kunnen gewoon verder. Maar toen had jij op een gegeven moment wel zoiets van, nu wil ik meer. Het ziet er heel goed uit voor het Nederlandse duo. De nieuw Paralympisch record. In totaal 11 WK-medailles, 10 Nederlandse titels. Gouden medaille, vorig jaar wereldkampioen geworden op de weg. Maar of ik ooit solo kan fietsen? Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan. Een van de grote vraagtekens eigenlijk ook voor Tristan is van hoe is het nou fietsen zonder een piloot? En de grote uitdaging is dus om samen met Vodafone en hun 5G-netwerk dat blinde vertrouwen weer neer te zetten. Slechtzienden zijn heel goed om de locatie van objecten te bepalen aan de hand van audio. We hebben Tristans fietsers als startpunt genomen. Daar hebben we sensoren opgezet die om hem heen kunnen kijken. Met 5G kunnen we dus razendsnel die sensordata naar de cloud sturen. Daar wordt hij vertaald naar 8D audio. Dat stuurt dan via 5G weer terug naar Tristan. 5G is razendsnel en je kan je voorstellen als die sensoren iets detecteren, dat Tristan dat eigenlijk gelijk moet horen. En daarmee kan hij eigenlijk via zijn oren om zich heen kijken. Ik vind het hartstikke mooi om te zien dat we dit vandaag kunnen doen. Dit is een voorbeeld van een toepassing, maar zo kun je veel meer kritische toepassingen in de toekomst gaan doen dankzij 5G van Vodafone. Tristan, we zijn vandaag in Alkmaar. Hij gaat straks de baan op met de fiets, waar de sensoren op zitten. En straks krijg je een telefoon mee, een koptelefoon. En als je dan rond gaat fietsen, dan hoor je door middel van 8D audio, hoor je waar de mensen om jou heen zich op de baan bevinden. Dus als iemand dan achter je fietst, dan zul je dat ook echt zo horen door je koptelefoons. En op die manier kun je dus precies horen waar iedereen zit om je heen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Spannend. Dit was super vet. Ik heb gewoon zelfstandig kunnen fietsen. Echt heel bijzonder om te ervaren, om zelf te sturen. Een droom die uitkomt, echt fantastisch. Ja.